weer kijken naar deze nieuwe video. En in deze nieuwe video ga ik een splinternieuwe bril ophalen. Soms in een video ben ik zonder bril en soms met. Dat is een beetje verwarrend, maar in het echt heb ik een bril. Nu ben ik zonder bril, zoals je ziet. Ik ben vorige week naar de Specsavers geweest en daar heb ik verschillende brillen gepast. Het was superleuk, maar eentje was supermooi. Die heb ik uitgekozen. Ik moest een week wachten tot ik hem kon ophalen en dat is dus nu. Alleen was het één dag langer. Nou ja, ik ga nu naar de Specsavers. Tot zo! We lopen dus nu naar de Specsavers, want we zijn net uit de auto gestapt en hebben een kaartje gekocht, zodat we hier lang kunnen blijven. We gaan dus nu naar Specsavers en ik heb er heel erg veel zin in, dus let's go! We zijn nu in de Specsavers. Yes. Dit zijn allemaal volwassen brillen. En hier zijn alle mooie kinderbrillen. Volgens mij stond die voor mij hier. Nee, die voor mij stond hier. Hallo. Leuk. We worden dus nu geholpen. Voor een man. Toppie. Ja, even filmen, hè? Joe, hier zitten snorretjes, daarom vond ik hem zo leuk. Ik ga hem nu opdoen. De eerste keer een bril of? Nee, even, tweede. Dat is een camera. Oh, dat is een camera. Dat heet de camera. Ja, doe hem zo even uit en dan kan die meneer je even helpen. Ja. We hebben hem dus, de koker en natuurlijk het belangrijkste, de bril. Maar eerst wil ik wat vertellen over de koker. Want eigenlijk moest ik een kinderkoker en mocht ik deze niet, anders moest ik bijbetalen. Maar die man die was zo aardig dat ik hem gewoon gratis mee mocht nemen. En dat was super aardig. En ik vind hem heel mooi, want hij is van goud en hij weerkaatst in licht. We kregen er ook een doekje bij. Dit is een ander bril. Als eerst zie je de snorretjes. En dat vind ik wel super schattig. Daarom heb ik hem ook zo'n beetje genomen. Dan heb je de bril. En ik vind hem heel erg mooi. En je ziet er ook net wat beter door. Dus dat vind ik er wel heel erg fijn aan. En dit is vooral super leuk. Ik zit nu in de auto. En wat ik dus vergeten te vertellen was. Is dat dat het eigenlijk een tienerbril is. En daarom is hij bij de pootjes versteld. En dat hij mij nu dus heel goed past. Maar ik ga nu naar huis. Tot zo. Hoi iedereen, ik ben weer thuis zoals je misschien wel ziet. En je had het misschien wel of misschien niet gemerkt. Maar mijn tand is eruit. Deze twee heb ik eruit getrokken. En daarna kwam die er ook nog uit. En die zit los. En voor het opnemen kwamen we erachter dat ja, het bloeden is. Dus ik ga hem heel snel proberen uit te trekken, want het is best wel irritant. Hij wil er niet uit. Maar het lukt niet.
ja, het was super leuk om mijn nieuwe bril op te halen en die snorretjes staan me echt heel erg goed. En ik vind hem heel mooi en fijn. Dus, ik hoop dat je het leuk vond. Doe vast een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal en dan komt alles weer goed. Doei!